Ik ben in Ahoy en dat is het hart van de democratie van Rotterdam. Op de achtergrond, verdeeld over vier hallen, zijn zo'n 400 vrijwilligers actief aan het tellen van de stemmen. Ik zie vlaggetjes, ik zie containers en we zien steppen. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Ben je nou een voetbalwedstrijd aan het begeleiden of wacht jij totdat er een vliegtuig aan het land is? Nou, was het maar een vliegtuig, want ik zou graag weer op vakantie gaan, maar voorlopig zit ik nog te wachten op support van de organisatie hier. Wat ga je vragen aan ze? Nou, ik wil eigenlijk dit gaan afronden, de administratie, want we hebben de stembus hebben we hier geteld. En we moeten even een controle hebben dat die goedgekeurd wordt. Vind je het niet ontzettend raar om in één keer met zoveel mensen in één hal weer tegelijkertijd aanwezig te zijn? Ja, zeker. En helemaal om zoveel andere mensen opeens te zien, dat je denkt, oh ja, er zijn nog andere mensen buiten mijn studentenhuis of mijn familie. Was ik even vergeten, maar alleen maar leuk zo. Dus een goed excuus om bij elkaar te komen. Ik heb dit zeker als excuus gebruikt om een keertje naar buiten te gaan in een soort uitje van thuis. En tot hoe lang zit jij hier? De initiële eindtijd was 16:30. Maar ja, momenteel ben ik er nog. Ik kom graag nog even helpen. Een beetje die avondklok ontlopen. Nou, ik wil wel voor de avondklok thuis zijn. Gisteren waren we om 1:00 pas thuis. En toen heb ik een lekker biertje gedronken en een kapsalon gegeten. Maar laten we lekker koken vandaag. Nou, kaarsje op tafel met z'n tweetjes. Dat ziet er super gezellig uit. Hoe lang is het geleden dat jullie met z'n tweeën uit eten zijn geweest? Heel lang geleden. Ik kan me niet meer herinneren hoor, hoe lang. En wat ben je aan het eten? Lasagne. Lekker. Wordt er een beetje goed voor jullie gezorgd? Ja, er wordt goed voor ons gezorgd. Er is heel de dag eten en drinken. En vanmiddag hebben we brood gehad en nu lekker lasagne dus. Mevrouw, wie had ooit gedacht dat u de logistiek voor de Roadtap zou gaan doen? Nou, ik in ieder geval niet. Kunt u me vertellen wat u hier aan het doen bent? Ik krijg de stembussen die al geteld zijn, komen bij mij langs. Ik controleer of alles getekend is en ingevuld is. En dan wordt het hier door andere collega's opgehaald die het naar de andere hal brengt. Hi, hi. Volgens mij heb jij hier de leukste baan hier als vrijwilliger. Dat zou je wel zeggen, hè? Ja. Dat is ook wel een beetje waar, ja. Want het is bloedheet hier. En als je mag steppen, dan best wel een lekkere windje. Dus ja, nee, lekker, ja. En wat ben je hier aan het doen? Ik ben faciliterend ondersteuner. Dat houdt in dat ik voor de desinfectiemiddelen zorg, voor de handschoenen. Zorgen dat alle mensen ook een mondkapje vervangen na 3:00. Want na 3:00 moet wel zo'n mondkapje vervangen worden. Dus dat moet wel in de gaten worden gehouden. En of iedereen afstand houdt, 1,5 meter, genoeg desinfectiemiddelen. Dat is een hele beleving, vooral in zo'n lastige tijd. Heel veel succes nog. Ja, dankjewel. Jij ook. Nou, ik heb de indruk dat iedereen het ontzettend naar zijn zin heeft gehad hier in Ahoy. Ze zijn goed in de watten gelegd en daarnaast heeft iedereen zijn democratische plicht weer verricht. Wil je hier ook een keer als vrijwilliger bij zijn? Volgend jaar kan je je aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat ik mee mag doen.